Ben jij op zoek naar een betaalbare smartphone, maar wel met goede camera's? Dit is de Huawei P Smart Plus uit 2019. De Huawei P Smart Plus 2019 volgt de Huawei P Smart Plus uit 2018 op. Niet te verwarren met de Huawei P Smart en de Huawei P Smart 2019. Ja, Huawei heeft in 2 jaar tijd maar liefst 4 toestellen uitgebracht met bijna identieke namen. Hier gaat het dus om de Huawei P Smart Plus 2019. Wat is er nou anders aan dit toestel ten opzichte van de rest? Eerlijk gezegd zie ik weinig verschillen tussen de P Smart Plus 2019 en zijn voorganger uit 2018. De prijzen zijn bijna gelijk, het beeldscherm is bijna hetzelfde, ze hebben bijna dezelfde processor en de accu heeft ook nog eens bijna dezelfde capaciteit. Natuurlijk zijn er wel een aantal veranderingen te vinden. Zo heb je aan de achterkant nu 3 camera's, erg nice. Van boven naar beneden heb je de hoofdcamera, een dieptesensor. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld portretfoto's te maken waarbij de achtergrond wat vervaagt. En de onderste, dat is de groothoeklens. Zelf vind ik dat super handig, want je hebt best wel vaak dat je een grote groep mensen bijvoorbeeld op de foto wil zetten. Dan moet je heel veel stappen achteruit om ze op de foto te krijgen en met een groothoeklens is dat niet meer nodig. Echt een handige toevoeging dus. Nadeel is wel dat je een beetje een fisheye effect krijgt als je zo'n foto maakt, dus om de randen wordt het een beetje wazig en wat ronder. Wat ook opvalt aan de achterkant is de vingerafdrukscanner. Hiermee kun je de telefoon snel en veilig ontgrendelen. Jammer is vind ik wel dat de achterkant van plastic is gemaakt. Door de afwerking lijkt het wel op glas, het glimt ook, maar het voelt aan als plastic. En omdat het zo glimt, laat het ook vingerafdrukken achter. Aan de andere kant, je gebruikt meestal toch wel een hoesje, dus je merkt niet zoveel van welk materiaal de achterkant is gemaakt. Dan gaan we nu naar de voorkant van de P Smart Plus. Hier vinden we een super kleine notch, dus vind ik heel erg mooi. Bij de voorganger was een notch er ook al, maar die was wat breder. Nou ja, er stond alweer tegenover dat er 2 camera's in zaten en nu zit er nog eentje. Maar je krijgt dus wel weer meer scherm in ruil voor terug. Het scherm, dat is 6,2 inches groot. Nou, je ziet het, vrij fors voor mijn kleine handen, maar het is wel heel handig als je onderweg video's kijkt op Netflix of bijvoorbeeld wilt gamen. Het geluid komt uit een enkele speaker en, pluspuntje, de 3,5 mm poort is nog gewoon aanwezig. Bij veel nieuwere telefoons is deze weggehaald, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de accu, maar hier kun je dus nog gewoon je oortjes in gebruiken. En deze poort? Ja, net als zijn voorganger is dit nog een micro-USB poort. Deze ondersteunt snelladen niet. Ja, hier had ik natuurlijk veel liever een USB-C poort gezien, zoals heel veel nieuwe telefoons dat tegenwoordig ook hebben. De processor in deze telefoon is niet super snel, maar hij doet het prima. Handig als je telefoon vooral gebruikt om Facebook en Instagram te checken, een beetje te appen en verder eigenlijk niet van plan bent om zware games te spelen. 64 GB in opslaggeheugen zal voor de meeste mensen ook wel genoeg zijn, maar heb je toch nog wat meer nodig, dan kun je dit uitbreiden met een microSD kaartje. Super handig dus, want dan krijg je nooit de irritante melding dat je geheugen vol zit en je geen apps meer kunt downloaden. De telefoon draait op MIUI 9. Dit is Huawei's eigen variant op Android 9. Verschillen met de normale kale Android zijn onder andere andere icoontjes en een aanpasbaar eigen thema. Ook heeft Huawei standaard wat apps geïnstalleerd die niet vanuit Android komen. Ik vind het soms een beetje overbodig, want ja, als je Android hebt, heb je bijvoorbeeld geen Huawei App Gallery nodig, want die heb je vanuit Android al. En een aparte mail-app is ook niet echt nodig, want je kunt ook gewoon Gmail downloaden. Dit is dus iets waar je een beetje doorheen moet prikken als je voor een telefoon van Huawei gaat. Nou ja, aan de andere kant, veel andere merken zoals Samsung hebben dit overigens ook, dus heel bijzonder is Huawei hier ook weer niet in. De P Smart Plus uit 2019 is dus een leuk toestel. Maar ten opzichte van zijn voorgangers is er niet zoveel veranderd. Op die extra camera aan de achterkant na. Qua specs had het toestel dus ook uit 2018 kunnen komen. En als je het ons vraagt is dat wel een beetje jammer. Als je dat niet erg vindt en gewoon een voordelige smartphone zoekt die mooie foto's maakt en je alledaagse taken prima uitvoert, dan is de Huawei P Smart een goede keuze. Nou, denk jij dat deze telefoon het voor jou is? Gebruik dan de Belsimpel methode. Kijk op belsimpel.nl of download onze app. En vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal.